Welkom bij dag 3 van de Dutch Open en het Dutch Open Journaal. Helaas had Jurien van der Velde vrouwelijke verplichtingen, maar ja, mijn vervanger. Nou, misschien wel iets beter dan Jurien van der Velde, Mats Gies. Teamgenoot nog wel, hè, van Jurien. Teamgenoot zelf. Dus waarom niet? Jij hebt zelf ook meegedaan vandaag, daar gaan we later op terugkomen. Laten we eens even naar het vrouwentoernooi kijken. Weinig verrassingen. Alleen Priscilla Steenbergen ging er heel snel uit. Was dat misschien de reden dat de koppel gisteren niet helemaal liep bij Van Lin en Van Leuven? Zou zomaar kunnen hoor, dat inderdaad de reden is. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk altijd afwachten hoe het loopt. Maar ik denk als we deze finalisten hebben, dan zijn dit toch wel de namen die je op voorhand zou verwachten. Hè? Laten we beginnen met Eileen de Graaf. Wat heeft die een moeizame dag gehad? Eigenlijk in elke partij heeft zij heel veel problemen gehad. Ze liep te duwen en te trekken aan de pijlen. Hoe kan dat ze dat toch uiteindelijk uitslepen? Het is niet de eerste keer dat ze dat redt. Nou, ik denk ervaring. Zij heeft dit toernooi, de Dutch Open, natuurlijk meerdere keren gewonnen. Uit mijn hoofd even 3 keer. Dus ze weet wat het is om hier te spelen. Ze weet wat het is om hier te winnen. Dus ik denk dat uiteindelijk in eventueel een beslissende leg natuurlijk een enorm voordeel is tegen andere tegenstanders. Is het een voordeel dat je bijna altijd op de tv-baan speelt? Ik zou zeggen ja, eigenlijk wel. Zolang je tegen spelers gooit die dat niet zo vaak doen, denk ik dat het een voordeel is. Het kan ook tegen je werken. Hè? Als er dus iemand is die helemaal opleeft en fantastisch gooit. Maar over het algemeen denk ik dat het een voordeel is. Dat is een voordeel. Eileen had er zelf ook nog wat over te vertellen. Eileen de Graaf, wat was dit een moeizame dag zeg. Het was heel moeizaam. Deze 2 dagen waren echt heel moeilijk. Normaal gesproken gaat het altijd wel een beetje gemakkelijk af en toe. Maar ja, dit was echt werken. Ja. Je hebt de hele dag hard moeten werken, duwen, trekken aan je pijlen. Maar ja, toch de finale gehaald. Ja, maar daarom, dat blijft gewoon apart. Af en toe frustrerend en alles. En je weet het nooit. Ik bedoel van, je kan een hele slecht lek gooien en daarna in één keer een goede partij. Of je gooit slecht en je wint hem. Ja, af en toe is dat wel gebeurd. Ja, het kan heel raar zijn, maar wat ook raar kan zijn. Bogries is bijna niet verslagen vorig jaar, maar wel door jou en dan ook nog op het grote podium. En dat mag je morgen opnieuw gaan proberen. Dat vergeet je vandaag toch wel snel? Nou, nee, je neemt het altijd in je achterhoofd. Ik ben van wat Bo gooit, dat is gewoon ziek. Morgen moet ik gewoon echt op me kunnen gooien. En gewoon echt de kansen die je krijgt, moet je benutten tegen Bo. En ja, dat wil nog wel eens niet gebeuren. Het is natuurlijk een beetje jouw toernooi. Hoe gaaf is het dan om gewoon weer in die finale te staan? Ja, super gaaf, maar ik leg me eigenlijk ook nog wel eens een beetje te veel de druk erop. Ik bedoel van, dat is nu ook met het publiek. Ik bedoel van, iedereen is voor je. En dat is hartstikke leuk. Maar dan krijg je af en toe toch kippenvel. En dan denk je, ja, kom op, even de focus erbij. En er niet aan denken. En nou ja, gelukkig lukt het even. Ja, ze gaat het opnemen, net als vorig jaar, tegen Bo Greaves. Wat een naam, hè. Ongelooflijk. Ja. Ja, ik wil bijna zeggen, wat moet je daar nou mee? Hoe kan je die vrouw stoppen? Het is eigenlijk, Eileen was vorig jaar een van de weinigen die het wel lukte. Ja, ja. Heel moeilijk, denk ik. Ook mentaal om het tegen haar op te nemen. He, wie staat er graag tegenover haar? Of het nou van de vrouwen is of van de mannen. Ik denk dat ook weinig mannen tegen haar op zouden willen nemen. Greaves had vandaag weinig problemen. Ze zei wel, ik startte wat moeizaam en ik eindigde wat moeizaam. Ja, als dit voor haar moeizaam is, wat is dan goed, hè? Ja, ik denk op het moment dat zij zich goed voelt, op het moment dat zij normaal rustig kan gooien, ja, dan is het heel lastig om haar te verslaan. Fantastisch. Nou, dat moment, denk ik, van de koppeldag, dat staat als allemaal nog op het netvlies, die 3x180. Dat is gewoon wat zij kan. Bo had ook nog iets tegen ons te zeggen. Bro Greaves, I think the same time as yesterday, but you reached the final of the singles. Not so easy as yesterday, but no many problems today. No, I played decent all day. I started off a bit slow and I ended a little bit slow, but happy to get there and had some decent darts throughout, but not my best day, but I'm not complaining. I'm happy to be in the final tomorrow. At the final, you're looking forward to tomorrow, 2 stage finals, but it's very short to each other. Is that a problem for you? No, I don't really mind. I think playing the pairs final will relax me a little bit, you know, get me used to the stage. Even though I've been on loads of stages, you know, it's still that anticipation of getting up there. But I'm excited, just what I sort of came here for, to obviously try and win, but happy to get there and looking forward to it definitely tomorrow. Is it a good thing that you play to the final today and then tomorrow you can only play the final today? You have to focus on 2 matches, but is that the thing? Definitely. I think it's a bonus that I don't have to play any. You know, obviously the men play down to, I think, the last one, 28, and obviously ladies go all the way through. But it's definitely a bonus. I can stay in bed a little bit longer tomorrow, so and then get up a little bit later. So, yeah, I'm looking forward to that. And I'm just happy that obviously it's sort of over and done with now, and I can concentrate on tomorrow because it's never easy playing all day or long. But yeah, I've got through it quite well, and I'm pleased with myself.
Ja, dan op naar de finale. Wat ga je overspellen? Griefs of Eileen de Graaf? Nou, als we Nederlanders zijn, dan zeggen we natuurlijk de Graaf. Maar als ik kijk naar de afgelopen tijd, dan kan ik maar één ding zeggen. En dan wordt het Bo Greaves. Goed, dan gaan we naar de heren. Laten we beginnen met de eerste outsider. Dat was jezelf. Ja. Eigenlijk de laatste dagen had je elke dag een mindere wedstrijd. En nu viel het eigenlijk de verkeerde kant op. Ja, het was gewoon eigenlijk net niet. De legs die ik win waren goed. 14-13 uiteindelijk in de laatste partij. De andere legs waren minder. En de beslissende leg was ook gewoon niet constant genoeg. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Teleurstelling? Een beetje balen, een beetje wennen ook. Want eigenlijk kom ik vrij vaak tot de finale dag. Ik geloof dat dit de tweede keer is dat ik het niet haal. De afgelopen 10 jaar. Dus een beetje balen. Maar een fantastisch weekend gehad. Een beetje balen. Die ook kan balen is Ron Meulenkamp. Oh, ook verloren. Ook verloren. Vrij snel eigenlijk al. In de derde ronde. Is het moeilijk voor spelers die dat eigenlijk niet helemaal meer gewend zijn? Ron heeft natuurlijk vorig jaar niet heel veel gedaan. Zag voor Kuusko er heel goed uit met die modusweek. Maar ja, komt er niet uit. Net als Jimi Hendrix ging er ook heel snel uit vandaag. Nou ja, Ron is natuurlijk wel een grote naam. Hij heeft natuurlijk heel wat bereikt bij de PDC. Maar is er toolkwaard kwijtgeraakt natuurlijk. Toch even wennen neem ik aan na zoveel jaren op het profcircuit. Dus ik denk ook niet dat op het moment mentaal qua vorm het beste is. Dus ik denk dat hij echt weer er naartoe zal moeten trainen en er weer bovenop moet komen. Is het weer wennen als je hier komt voor het eerst weer op die baantjes? Smal bij elkaar. Heel veel mensen kunnen hem in de bom, Ron Meulenkamp, weet je wel, de man. Ja, als je dit vergelijkt met een Pro Tour bij de PDC, dan is dat natuurlijk heel anders. Het is daar veel ruimer, het is rustiger natuurlijk. Ja, het is hier compleet anders, kleiner, drukker. Maar dat is ook wel weer de charme van het toernooi. De charme. Ja. Wie niet moest winnen was Mike van Duivenbode. Mm. Toolkaarthouder geweest, wat problemen gehad, maar is eigenlijk op de weg terug. Zegt niet meteen ik ga voor een toolkaart, wil even rustig ontdekken wat het dart hem nog kan brengen. Nee. Staat wel meteen op de zondag in eigenlijk een van zijn eerste toernooien weer. Zie je ook wel wat talent kan doen, hè? Ja. Persoonlijk heb ik de afgelopen jaren eigenlijk weinig van hem gehoord qua darten ook. Ik weet niet wat hij precies heeft gehoord. Hij heeft een stap terug gedaan. Hij is aan zichzelf gaan werken eigenlijk. Ja. Maar goed, dan zie je wel dat die jongen enorm talent heeft, hè? En als op het moment dat hij het dan wel weer gaat proberen en dat hij zijn moeite ervoor gaat doen, dan zie je ook meteen waar hij kan staan. Waar we ook weten waar iemand kan staan, was ooit de Lakeside winnaar, Christian Kist. Gisteren met Stroeten was het hem eigenlijk niet, hè? Vandaag ook in zijn laatste wedstrijd heel moeilijk. Ja, pittig. Ja, is natuurlijk ook een man met een bak ervaring, hè? Vorig jaar het toernooi natuurlijk gewonnen met Michael Stroeten, hier het koppeltoernooi. Heeft ook een goed jaar gehad, denk ik, bij de PDC. Kunnen we wel stellen, toch? He? Alleen de beloning bleef uit. Ja. Nou ja, als je op het WK in de eerste ronde tegen Luke Littler staat, dan was het ook wel pittig natuurlijk. Vervolgens geen toerkaart. Geen toerkaart. Dus keert hij wel terug. Ja. Wat verwacht jij er vanmorgen bij Kist? Nou ja, die heeft natuurlijk de capaciteit om te winnen. Absoluut. Ja, zeker. Of je dat kan doen, is natuurlijk pittig. Er zijn zoveel goede namen, maar hij heeft het talent, absoluut. Iemand die eigenlijk zijn vorm al een paar maanden, misschien al jaren, bijna niet kan vinden. Jerry Hendricks. Vandaag dik boven de 100 gemiddeld. Zei tegen mij wel, ik voel me een beetje wisselvallig. Maar het zit er dus blijkbaar zeker nog wel in bij Hendricks. Ja, knap. Zeker. Ja, Hendricks natuurlijk de man van de WK's. Hè, de mooie opkomsten. Ja, de mooie opkomsten. Tegenwoordig vooral bij Viaplay natuurlijk als analist. Maar ja, natuurlijk zit het erin. Hè. Die 100 gemiddelde is natuurlijk super. Het zijn natuurlijk korte potjes, hè. Dat moeten we er wel bij zeggen. Maar keurig. En als hij de goede vorm en de flow. Ik vind Jerry Hendricks echt een darter. Die heeft een goede flow nodig. Als hij erin zit, is fantastisch. Is eigenlijk niet te stoppen. Is hij niet te stoppen. En als hij het niet kan vinden, ja, dan is het ook vaak toch wel een stukje minder. Als we even naar de WDF-langreis gaan kijken. Zijn er ook mannen die wij morgen niet gaan terugzien. Alexander Merckx, Liam Mennel-Lawrence. Wordt het druk hun te veel? Nou, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee. Ze hebben natuurlijk internationaal goede periode gehad. Hè? Merckx, weet niet precies. Hij zal ergens in de top 8 zijn. Hij verloor, de top 8. Ja, het kan gebeuren. Hè? Afgelopen weekend natuurlijk nog wel in Roemenië titel gepakt. Een van de beide singletoernooien. Dus ja, kan een keer gebeuren. Misschien pech. Is hij een beetje aan het wankelen in zijn vertrouwen? Merckx, Q-School ging natuurlijk niet zoals het verwacht was. Het Lakeside WK eigenlijk ook niet. Vorige week won hij dan wel een toernooi, maar hij is misschien een beetje aan het kwakkelen. Ja, misschien wat kwakkelen, misschien wat zoeken inderdaad. Maar aan de andere kant, als hij hoog op de WDF-ranglijst staat, is er een grote kans dat hij natuurlijk terugkeert op Lakeside weer. Einde volgend jaar. Dus ja, dat, aan de ene kant is die drukker misschien niet. Hè? Dat hij eigenlijk nu al weet van nou, komt wel goed, ga ik wel halen. Er zijn natuurlijk 128 door, die kunnen we niet allemaal bespreken. Als we het wel kunnen bespreken, zoals de koppelfinale bij de dames. Ja, gaat Griefs het doen? In er eentje bijna?
Ja, lastig hè. Eigenlijk zou je zeggen, wil je als koppel winnen, wil je als koppel dit toernooi winnen, hier, op het podium, dan moet je twee goede spelers hebben. Maar Greaves is natuurlijk wel zo ongelooflijk goed. Maar hier op het podium staat er natuurlijk wel iets meer druk op hè, dan op de vloer. Ja, zal Ross misschien een beetje bezwijken en dan Greaves misschien net die triple minder gooien? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, zou zomaar kunnen. Ze moet wel heel goed gooien, willen ze het redden. Dus ja, kan alle kanten. Maar goed, Wayne Stanley die speelt ook met een jong talent. Ja. Dus zal die haar kunnen coachen van het targetprogramma, waar ze al heel veel één op één, zoals op het podium ook nog, strak luisteren, bij wijze van spreken? Nou, ik denk coachen van tevoren wel en misschien de dag van gisteren ook met de koppels. Maar op het podium als je daar staat en als je daar voor het eerste keer staat, kun je nog zo coachen als je wil. Dan moet je het gewoon ervaren. Ervaren? Bij de mannen? Het jonge talentenkoppel, Jimmy van Schie met Jeroen Mioch. Tegenover de ervaring eigenlijk van een tourkaart met Raman en Damien Mol. Wat verwacht jij daarvan? Ja, vuurwerk denk ik. Het zijn natuurlijk vier jonge mannen. Prachtige jonge koppels. Beide hè, van Schie en zijn koppelgenoot. Die hebben natuurlijk een hele goede dag gehad. Goede dag gehad, maar ook een goede periode. Hè. Afgelopen jaar ook. Natuurlijk een paar keer de Eurotour gehaald. Mioch van Schie afgelopen weekend nog gewonnen. Ik denk een hele hoop hoge scores en misschien mooie finishes. Wat een probleem kunnen opleveren. Damien Mol zit nog in het toernooi, gooit wel goed. Want het kan een hele drukke middag voor hem gaan worden. Speelt dat in het voordeel van Verschie en Mioch? Ja, zou kunnen. Ja. Aan de ene kant is het denk ik ook wel weer lekker hoor. Als je nog een beetje dat ritme kunt houden. Dus dan dat je toch nog even een paar partijtjes extra kunt spelen. Maar ja, het wordt ook drukker natuurlijk. Ja, zeker. Wie is jouw favoriet in die wedstrijd? Dan ga ik voor Verschie en Mioch. Daar sluit ik me volledig bij aan. We hebben 128 namen nog over. Wie gaat hier morgen staan met de beker? Oeh, ja, dat is een enorm lastige vraag natuurlijk. Je hebt kans 1 op 28. 1 op 8, ja, zo is het. Ja. Nou, ik denk dan dat het een jongen zal zijn die hier al eens eerder met de beker omhoog heeft gestaan. Dan wel niet op de Dutch Open hier in Assen, maar op de World Masters. Daar ga ik denk ik toch voor Wesley Plezier. Was wel wat wankel de afgelopen dagen, vandaag eigenlijk niet. Vertrouwen misschien een beetje terug nu vandaag? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij de afgelopen tijd zoveel vertrouwen heeft opgedaan. En wat ik altijd aan hem enorm knap vind, is dat hij constant is. Eigenlijk zit hij constant die 92, 93 gemiddeld. Ja, en dat heb je wel nodig om zo'n toernooi te winnen. Want één slechte wedstrijd en je ligt eruit. We gaan het zien morgen, Mats. Bedankt voor het vervangen van Jurjen. Graag gedaan. Ik ga ervan uit dat ik je morgen niet terug zie hier. Nou ja, of jullie moeten een beroep op me doen. We weten het niet. We gaan het zien. Jullie weer bedankt voor het kijken naar dag 3 van het Dutch Open Journaal. Morgen zijn we terug op het podium. Misschien wel met de winnaar. We gaan het zien. Laat een blauw duimpje achter op deze video. En abonneer je op het YouTube kanaal om van Dutch Actueel om niks te missen. En tot morgen.